We hebben een presentatie gehad over de stolpersteinen. Maar wat is precies een stolpersteinen? Ja, Simon, een stolpersteinen, oftewel een struikelsteen, dat is eigenlijk een stukje symboliek. Voor de mensen die dus in de jaren 40-45 vanuit Pekela zijn gedeporteerd en nooit weer terug zijn gekomen. Het betreft hier dus mensen, Joden, maar ook Zigeuners enzovoort, die dus door de Duitsers nogmaals gedeporteerd zijn via Westerbork en nooit meer terug zijn gekomen, omdat ze daar dus zijn gestorven. De stolpersteen, oftewel gedenksteen, heeft ongeveer deze afmetingen. We hebben hier maar even een type steen genomen. Hier komt dus een messing plaatje op. En daar komt precies op de naam van de mensen die hier hebben gewoond. De geboortedatum. Waar naartoe zijn ze gedeporteerd en wanneer zijn ze vermoord, oftewel omgekomen. Het geheel kent een lengte van 20 centimeter. Niet allemaal messing uiteraard. Het is gewoon een messingplaatje op een betonnen plaat. En het geheel wordt geplaatst voor de woning waar deze mensen hebben gewoond. En nooit meer zijn teruggekomen. Vandaar dat ik ook zeg, het is een stukje symboliek. Om de mensen blijvend in herinnering te houden. En om hoeveel mensen gaat het precies? Ja, de archiefcommissie van projectgroep Stolpersteinen Pekela. Ja, die komen toch tot een aanzienlijk aantal van zelfs een 150 mensen. Ik noem even circa, maar het kan best onder 51, 149 zijn, maar zeg maar een 150 mensen. En voor deze mensen wordt dus nagegaan of ze in aanmerking komen voor zo'n steen. Want je moet natuurlijk uitermate zorgvuldig zijn. En daarom hebben we dus ook een aantal criteria opgesteld. En zeggen, oké, daaraan moet het voldoen. Want anders kan dat niet. Nou, met name in Oude Pekela weten we inmiddels dat er een groot aantal Joden en misschien ook Zigeuners, maar ook verzetstrijders zijn afgevoerd. Het betreft hier, laat ik zeggen, ongeveer een 135. Ik ben er even voorzichtig in natuurlijk. En een nieuwe Pekela, als ik dat onderscheid mag maken, ongeveer een 16 personen. We hebben ons een stukje verplaatst. Ik loop nu met Dick Berghuis, die ook in de werkgroep zit van de stolpersteinen. Dick, waar zijn we hier en waarom juist op deze locatie? Ja. We zijn nu op de hoek van de Britanniawijk en de H. Westerstraat. En ik heb van een buurtbewoner gehoord dat hier was vroeger een slagerij. En die slagerij die werd bewoond en werd zaken gedaan uiteraard door de familie Kosters. En de familie Kosters die werd in de oorlog ook ontvoerd en weggebracht naar het kamp Westerbork. En vervolgens zijn ze dus geëxecuteerd in, volgens mij, in Auschwitz. Maar de bewoner die dat gezegd heeft, die kwam op een dag kwam die op school als jongetje. En die zat in de klas met een meisje, Amalia Kosters. En op een gegeven moment komen de twee Duitse soldaten komen eraf, nazi-bewind. En die komen in de klas en zeggen tegen Amalia, Amalia, du musst mitkommen. En het meisje ging staan en het meisje ging met de soldaten mee. En die ging in een auto, dat zag hij nog. En die werden zo weggevoerd richting, wist hij niet waar ze heen gegaan zijn. Maar ze hebben ze nooit weer teruggevonden en nooit weer gezien. En volgens de overlevering zijn ze dus geëxecuteerd, vermoedelijk in Auschwitz. En dat was familie Kosters en de dochter heette Amalia, was nog een dochter. En ze had een slagerij, jarenlang hier in Pekela. Dus later is de zaak ook afgebroken hier. Er zijn nieuwe woningen gekomen. Dus de vermoedelijke plaats, dat in overleg met onze archiefcommissie. Want wij zijn wel leden van de werkgroep, maar we willen ook zo gauw mogelijk, zo snel mogelijk en zo zorgvuldig mogelijk de goede plaatsbepaling hebben waar de mensen gewoond hebben. Dus dit kan een mogelijke locatie zijn waar we zo'n steen tegenkomen? Ja. Nou, het gaat over meerdere stenen. Dus de familie bestaat uit een pa en moe en twee dochters hebben gehoord. Dus dat zou betekenen dat die vier stenen geplaatst worden in het wegdek hier. En dat in overleg met de gemeente moeten we bekijken en ook uiteraard met de bewoners zelf. De bewoners moeten zelf ook dus geïnformeerd worden.
Niet dat ze op een gegeven moment een paar steentjes voor de woning hebben. Maar dat de bewoners geïnformeerd worden dat die stenen geplaatst worden in overleg met hun. Dat ze het goed vinden, worden stenen geplaatst in het wegdek. En dan worden de struikelstenen worden hier geplaatst. Dan in, de, in dit geval de 4 stenen waarop komt te staan familie Kosters. Geboren sowieso, pa en moe en de 2 dochters. En vervolgens gedeporteerd en geëxecuteerd. En er zullen hier mogelijk 4 stenen worden geplaatst dan voor de woning. Op de hoek van de Britanniawijk en de H-Westerstraat. Andries, het hele project gaat 53.000 euro kosten. Waar halen jullie dat geld allemaal vandaan? Nou, we hebben een aantal fondsen aangeschreven. En we hopen dat die ons goed gemut zijn. Want daar zit ontzettend veel werk in. Je zult in detail moeten gaan beschrijven voor die fondsen. Wat het doel is enzovoort. Maar daar hopen we eigenlijk het meeste geld uit te kunnen genereren. Naast dus de donaties van de Pekelde bevolking, middenstand en de lokale bedrijven.